De antiterreuractie in het Belgische Verviers heeft een link met Nederland. De politie doet huiszoeking bij een Utrechtse jihadverdachte. Hij zou deel hebben uitgemaakt van de terreurgroep in België. Verder in het nieuws vandaag. Het corruptieproces tegen oud-wethouder Jos van Rij is eindelijk begonnen. En het geweld in Oost-Oekraïne laait op. En hoe? Goedenavond. Het was een antiterreuractie in België afgelopen donderdag. Maar nu lijkt er ook een verband met Nederland te zijn. Bij die terreurgroep in het Belgische Verviers was mogelijk een Nederlander betrokken. Een man van 18, Zaïd K. uit Utrecht. De politie heeft daar in Utrecht huiszoeking gedaan. Vanochtend was dat in het ouderlijk huis van de verdachte in de Utrechtse wijk Overvecht. De ouders van de jongen van 18 hadden hem in september al als vermist opgegeven. Justitie onderzoekt of de man betrokken is geweest bij terroristische misdrijven. Bij de huiszoeking zijn door de politie laptops en telefoons in beslag genomen. Hendrik Willem Hofs is in Rotterdam bij het Openbaar Ministerie. Hendrik Willem, hoe zijn ze deze jongen op het spoor gekomen? Nou, bij die antiterreuractie in België, daar zijn in tiental huizen huiszoekingen zijn daar gedaan. En bij een van die huizen in een appartement in Verviers boven een Turkse bakker, daar is een Nederlands paspoort gevonden. Dat appartement werd gebruikt door de jihadisten als uitvalsbasis. En dat Nederlands paspoort is van Zaïd K., de 18-jarige jongen die als vermist was opgegeven door zijn ouders. En vanochtend stond in de Spaanse kranten dat de Spaanse autoriteiten naar hem op zoek zijn. En vanmiddag maakt het justitie hier in Nederland bekend dat ze huiszoeking hebben gedaan in het ouderlijk huis van deze jongen in Utrecht. En daarmee is er dus een link tussen Verviers en Nederland. Het gaat inderdaad om deze persoon. Of deze persoon in Spanje zit, dat kan ik niet bevestigen. Dat is bij ons niet bekend. Wat heeft u aangetroffen in de woning van zijn ouders? In de woning zijn laptops aangetroffen en meerdere telefoons. Kende u deze persoon al? Deze persoon was bij ons bekend bij politie en justitie, omdat hij door zijn ouders vorig jaar in september als vermist is opgegeven. En waar verdenkt u hem nu van? De verdenking die er op dit moment is dat hij onderdeel zou uitmaken van een groep jihadisten en zich mogelijk schuldig zou maken aan terroristische misdrijven. Joris van Poppel in Brussel. Joris, weten ze in België al iets meer over de vlucht van deze jongen? Ze zeggen er heel weinig over. Kijk, die Spaanse kranten schrijven dat hij na de inval in Verviers gevlucht zou zijn. Samen met een compaan, een Belg van 21. Ze zouden in Parijs zouden ze gesignaleerd zijn. Ze zouden zelfs misschien in Spanje zitten. Ze zouden gevaarlijk zijn en bewapend. Maar het parket hier in Brussel zegt, nou ja, daar zeggen we helemaal niks over. Dat weten we niet. Wat ze wel weten is dat tot hun grote verrassing vanmiddag opeens die 21-jarige compaan, die Belg, voor de deur stond bij het parket. Die heeft zichzelf aangegeven. Is meteen aangehouden, is meteen verhoord. Zijn advocaat zegt dat hij helemaal niks met die terreurcel te maken heeft en dat hij zelfs België niet verlaten heeft. Kortom, grote verwarring. En waar die Nederlander dan nu op dit moment is, hier in Brussel bij het parket, weten ze het niet of zeggen ze het in ieder geval niet. Hij is nog onvindbaar. Ja. Want over die Nederlander, even terug naar jou, Hendrik Willem in Rotterdam. Die actie in België was vorige week, dagen daarna pas deze actie in Nederland. Er zit heel veel tijd tussen. Hoe kan dat? Ja, we horen van de Nederlandse diensten dat er toch behoorlijk wat ergernis is over de uitwisseling van informatie tussen de verschillende landen, tussen België en Nederland. En dat zou misschien kunnen verklaren dat ze pas laat op de hoogte waren van dat gevonden paspoort, dat ze wat laat in actie zijn gekomen. Daarnaast hoorden we ook van justitie dat bijvoorbeeld die foto die in de Spaanse kranten stond, dat volgens hun helemaal niet Yazid K. is. Dus ja, daar gaat het toch wel wat fout. Alle diensten staan op scherp, ze doen hun best, maar niet alles gaat even goed. Wat we wel weten is dat vooral hier in Nederland gekeken wordt naar welke contacten Zaïd K. nou had met andere radicale moslims in Nederland. Oké, Hendrik Willem in Rotterdam, dankjewel. Ja, en in Syrië zijn twee Nederlandse jihadgangers om het leven gekomen. Het gaat om een 27-jarige man uit Huizen en een jongen van 17 uit Amsterdam. Even buiten de stad Raqqa, waar het hoofdkwartier van IS is gevestigd, werden ze het slachtoffer van een Amerikaanse drone-aanval. Een van de vele Europese jihadstrijders, de Amsterdamse Ashraf, 16 jaar toen hij vertrok.
Farid, zijn vader, herhaalt zijn boodschap onvermoeibaar het afgelopen jaar. Ondanks de waarschuwingen hebben de autoriteiten niets gedaan om het vertrek van zijn minderjarige zoon tegen te houden. Waarom is zo'n kind niet aangehouden? Ik ben voor hulp gekomen. Hebben jullie mij weggestuurd? En nu kom je bij mij informatie vragen. Zodra dat je mijn zoon in de gevangenis kan zitten op zijn paspoort afpakken. Het nieuws dat hij vreesde hoorde hij van een andere vader, Mohammed. Ook zijn zoon zit in Syrië. De Amsterdamse autoriteiten wilden het bericht niet brengen omdat ze geen officiële bevestiging hadden van de dood van Ashraf. En dus deed Mohammed het maar. Ik heb tegen hem gezegd, Farid, hou je vast, want jouw zoon is omgekomen in Syrië. De zonen ontmoeten elkaar in het Midden-Oosten, overtuigd van hun strijd en vastbesloten niet terug te keren. De autoriteiten hadden veel eerder moeten ingrijpen, zeggen de vaders. In plaats van omdat ze gewoon normale, die mensen, voordat ze naar Syrië of naar Irak vertrekken, gewoon tegenhouden. Laat ze eerst gaan, dan leren ze heel open dingen, bombarderen, bommen maken, schieten, noem maar op. En dan komen ze hier, dan willen ze pakken. Dat slaat eigenlijk nergens op. Sinds kort is er een hulplijn waar bezorgde ouders kunnen aankloppen. Hoognodig, zegt Farid Azarkan. Er zijn ouders die zich wel op tijd melden, maar die onvoldoende hulp krijgen. Nog niet overal in Nederland, waar dit zich voordoet, zijn bijvoorbeeld politiebureaus in staat om op de juiste manier mee om te gaan. Er is nog onvoldoende capaciteit om mensen bij te staan. Vader Mohammed vreest elke dag hetzelfde bericht te krijgen als hij deze week moest bezorgen. Hij kan de tijd niet terugdraaien. Als ik als ik het opnieuw moet doen, dan had ik het misschien nu anders gedaan. Maar nu is helaas te laat voor mij dan en voor Farid. Twee Nederlandse jihadstrijders dood dus. Familieleden van de man van 27 uit Huizen werden vorig jaar nog opgepakt omdat ze van plan zouden zijn naar Syrië te vertrekken. Ja, Nederlandse vredestroepen in Mali hebben een luchtaanval uitgevoerd op Malinese rebellen, is zojuist bekend geworden. Gebeurde bij de plaats Tabankort. Het is de eerste keer dat Nederlandse troepen daar zo in actie kwamen. Het zou gaan om 1 of 2 Apache-helikopters die een zogenoemde verdedigende aanval uitvoerden om VN-militairen te ontzetten. Nederland zet met meer dan 400 militairen en 4 Apache-helikopters in Mali als onderdeel van de VN-vredesmacht in het land. Rebellen rukten op naar Tabankort toen de luchtaanval met een van de Apaches werd uitgevoerd. Volgens een woordvoerder van de rebellen zijn daar 5 rebellen bij gedood en meerdere strijders gewond geraakt. En dan Jos van Rij, oud-VVD-politicus, oud-senator voor die partij, maar bovenal natuurlijk oud-wethouder van Roermond. Jarenlang werd hij gezien als onderkoning van de stad. En door veel inwoners wordt hij nog steeds op handen gedragen. Maar volgens het Openbaar Ministerie is hij corrupt, heeft hij geld wit gewassen en heeft hij verkiezingsfraude gepleegd. Na jaren van onderzoek begon vandaag dan eindelijk de rechtszaak. Saint-Tropez. Hier ging Van Rij vaak op vakantie. Hij logeerde in de villa van zijn boezemvriend Piet van Pol, projectontwikkelaar in Roermond. Volgens het OM deugde dat niet. Het waren giften waarmee Van Rij zijn vriend later terugbetaalde door een bepaalde bouwprojecten te gunnen. Van Rij kreeg volgens het OM nog veel meer van Van Pol. Die giften betroffen onder meer diverse luxe reisjes naar onder meer internationale vastgoedbeurzen, WK en EK voetbalwedstrijden in Duitsland en Zwitserland, naar de villa van Van Pol in Saint-Tropez, alsmede diverse stedentrips. Van Rij zelf liet zich niet zien vandaag. Hij komt pas bij de inhoudelijke behandeling. Tot nu toe heeft hij de beschuldigingen altijd in alle toonaarden ontkend. Het recht moet altijd zijn beloop hebben. Daar heb ik ook onderzoeken nooit geen bezwaren tegen. Maar op de wijze waar het gaat is zo onmenselijk. Ze proberen je helemaal kapot te maken. Ze hebben het liefste dat ik mij vanavond iets aandoet. Dat hebben ze het liefste. Van Rij zou deel hebben uitgemaakt van een bestuurscultuur van vriendjespolitiek en subtiele intimidatie. Een cultuur die volgens het OM niet past in Nederland. Pas later dit jaar volgt de inhoudelijke behandeling. De advocaat van Van Rij wil meer dan 100 getuigen horen, onder wie staatssecretaris Steven en minister Opstelten. Maar de rechter beslist daar nog over. Ja, Oekraïne, daar is officieel al sinds september een bestand tussen het Oekraïense leger en de pro-Russische rebellen. Maar in de praktijk komt er niks van terecht. Vooral de laatste weken laait het geweld in alle hevigheid op. Vooral in en rond de stad Donetsk.
daar is geen burger meer veilig, zeggen waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Wie deze beelden ziet, begrijpt hoe bang de inwoners van Donetsk zijn. De bommen kunnen overal vallen. En zo is het op veel plekken in Donetsk. Nergens zijn de mensen veilig. Zelfs niet in een ziekenhuis. Жуленький, сейчас мама придет. Моя бубочка. Тварь такая. Детки больные, лечить надо, а он по больницам бахает. Het Oekraïense leger en de rebellen geven elkaar de schuld van het geweld. Volgens de waarnemers van de OVSE zijn ze allebei schuldig. Het ergst zijn de gevechten om het vliegveld van Donetsk. Beide partijen zeggen dat ze het in handen hebben. De vraag is wat het uitmaakt. Hier kan geen vliegtuig meer opstijgen of landen. In de zomer van 2012 was Donetsk een van de steden waar het Europees kampioenschap voetbal werd gehouden. Het vliegveld was toen compleet gerenoveerd. Kostte meer dan een half miljard euro. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, dat geweld is enorm opgeleid. Hoe lukt het de rebellen om op deze schaal oorlog te blijven voeren? Centraal bij de beantwoording van die vraag is de rol van Rusland. Kijk, er is niemand die ontkent dat Rusland hier een rol speelt. Dat de Russische militairen meevechten aan de kant van de rebellen. De vraag is alleen onder wiens commando ze staan en door wie ze gestuurd worden. Kiev is daar duidelijk over. Die zeggen van dit zijn ongeveer 8000 reguliere Russische militairen. Die zijn gestuurd door Moskou, die onder bevel staan van Moskou. Moskou ontkent dat ten stelligste. Ook de separatisten in het oosten van Oekraïne ontkennen dat. Die zeggen dit zijn vrijwilligers. Dat zijn mannen die dat op eigen gezag doen in hun vrije tijd. En dezelfde vraag die kun je natuurlijk stellen over de wapens, de wapensystemen, de artillerie, de munitie, alle voorraden. Dan moet je hierbij bedenken dat een groot deel van de grens tussen Rusland en Oekraïne gecontroleerd wordt door de separatisten. Daar kan van alles en nog wat overheen, zonder dat ook maar iemand het ziet. Dus dat Rusland een rol speelt, dat staat wel vast. Maar hoe groot die is en wat die rol precies is, ja, dat weten we niet precies. Nee, enorme ellende voor de burgers. Beide partijen schuldig, zeggen waarnemers. Hè. Waar zit de regering in Kiev op in? De regering in Kiev die maakt in eerste instantie gebruik natuurlijk van zijn eigen strijdkrachten, het leger, maar ook van niet echt reguliere milities. Die worden op de meest moeilijke plaatsen vaak ingezet. En daarnaast is er net een grote mobilisatie begonnen. 50.000 man worden opgeroepen en er komen er nog 2 van in de komende maanden. En Oekraïne is er natuurlijk financieel, economisch heel slecht aan toe. Maar op alles en nog wat bezuinigt de regering, behalve op defensie. Dus dat is ook een manier waarop de regering probeert toch die slag, die oorlog in het oosten van het land uiteindelijk op de langere termijn te winnen. David-Jan vanuit Moskou, dankjewel. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het plan van de Europese Centrale Bank om staatsleningen van eurolanden op te kopen. Donderdag besluit de bank over maatregelen om de economie te stimuleren. De Kamer wil niet dat de staatsschulden van probleemlanden op het bordje van de andere landen terechtkomen. Dan kom je op het neerleggen van risico's vanuit zuidelijke lidstaten in bijvoorbeeld Nederland. Dan gaat de Nederlandse belastingbetaler daarvoor moeten betalen. En wij vinden dat dat een stap te ver is. Het kabinet wil nog niet vooruitlopen op het besluit van de Europese Centrale Bank. We hebben geen idee wat de ECB gaat besluiten. En daar zijn ze ook onafhankelijk in, zolang ze maar binnen hun mandaat blijven. En dat moet ook zo zijn. Dus, de VVD is bang dat ze politieke beslissingen gaan nemen die ons gaan raken. Ja, dat kan zijn. De Tweede Kamer gaat er niet over, zegt Dijsselbloem. De ECB is hierin onafhankelijk. Nee, maar dat is ook wel... De ChristenUnie wil pooiers verbieden. Zo moet uitbuiting van prostituees worden tegengegaan. Pooiers zijn volgens de ChristenUnie vaak mensenhandelaren.
De partij wil het verbod vastleggen in een wet. Daardoor kan Poyers makkelijker worden vervolgd. Binnen 65 dagen de Atlantische Oceaan overroeien. Avonturier Ralf Tuin gaat het proberen. Het oude record staat op 96 dagen. Tuin heeft het al vaker gedaan, oceanen overroeien. Maar deze keer doet hij het niet alleen, maar in een team van 4 Britten. En de recordpoging begint dit weekend in Portugal. Staatssecretaris Steven gaat iets doen waar hij eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Hij gaat betalen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Die krijgen bed, bad en brood. Steven gaat daar toch voor betalen, in ieder geval tijdelijk, omdat het moet van de rechter. De rechter vindt dat ook uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op sobere opvang, bed, bad en brood. Volgens Teven wekt dat alleen maar verkeerde verwachtingen, maar hij zwicht nu toch voor die rechterlijke uitspraak. Hij gaat betalen. Gemeenten moeten dat nu doen in het kader van een uitspraak van de rechter. Als ze het wel of niet zelf willen, dat doet helemaal niet meer de zaken. De rechter heeft gesproken. Gedeelte is rijkstaak. En daar zullen we dus tegemoetkoming voor betalen. Het is een kwestie die de regeringspartijen PvdA en VVD diep verdeelt. De PvdA is dolblij dat Teven nu gaat betalen, maar leuk voor de VVD is dat natuurlijk niet. Dus het wordt een sober feestje. Ik vind het een verstandig besluit. En met name zodat gemeenten er nu goed voor kunnen zorgen dat ze die opvang voor de uitgeprocedeerde asielzoekers op een goede manier kunnen regelen. En de VVD treurt, maar niet al te hard op. Dat geeft maar weer gedoe met de PvdA. Aan ieder om een reactie te geven. En voor mijn partij, de VVD, is de reactie heel duidelijk. We vinden het een voorbarige beslissing. Volgens Steven gaat hij maar tijdelijk betalen op zoek naar een echte oplossing. Daar moeten PvdA en VVD zich dan wel samen in kunnen vinden. Paus Franciscus heeft gezegd dat katholieken zich niet verplicht moeten voelen veel kinderen te krijgen. Maar hij blijft tegen anticonceptiemiddelen. Volgens de paus kan geboortebeperking ook op natuurlijke wijze. De paus deed zijn uitspraak op de terugreis naar Rome, na zijn bezoek aan de Filipijnen. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No. Paternità responsabile. Franciscus gaf als voorbeeld een moeder met 7 kinderen die allemaal met een keizersnede ter wereld waren gekomen. Dat de vrouw een 8e kind wilde, noemde hij onverantwoordelijk. De rekentoets op de middelbare school is een gedrocht, zeggen 7 onderwijsorganisaties. De toets is sinds vorig schooljaar verplicht. Wie niet voor de rekentoets slaagt, krijgt geen diploma. Gaan ervan uit dat Lionel Messi 240 dagen per jaar werkt. Op een werkdag werkt hij 8 uur. Hoeveel euro verdient Lionel Messi per minuut? Tussen 8 uur en 8:30 zijn er nog 300 mensen bijgekomen. Waarmee de zaal half vol is. Hoeveel mensen kunnen er in de zaal? Hier in het Oosterlicht College in Nieuwegein zijn ze niet echt gecharmeerd van de verplichte rekentoets. €2,50. Ik denk 1200. Je denkt het. Ik weet het niet zeker, nee. Maar... Het is soms meer een taaltoets dan een rekentoets, vinden ze hier. Er is een opgave die gaat over een mevrouw die gaat van baan wisselen. Als je niet weet wat van baan wisselen is, dan wordt het wel heel lastig om daarna te kunnen bedenken van wat betekent dat voor haar inkomen of iets dergelijks. Ondanks de forse kritiek blijven de bedenkers van de rekentoets overtuigd van het nut. Misschien een paar kleine aanpassingen. Nou, er is in het vorige jaar daar een studie van gemaakt. En er zijn toen wel aanbevelingen gedaan om die toetsen beter te maken. En daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. En dan kan het zomaar gebeuren dat je heel veel talenten hebt. Andere talenten dan rekentalenten. En aan het eind van je schoolcarrière te horen krijgt van je hebt de rekentoets niet gehaald, dus geen diploma. De toets is ingevoerd omdat Nederlandse leerlingen slecht kunnen rekenen. Ik denk 10 kilometer per uur dan. Je bent niet zeker, hè? Nee. Je moet wel goed nadenken als je deze vraag wil oplossen. Als het allemaal dit soort vragen zijn, dan weet ik het niet, nee. Staatssecretaris Dekker is het niet eens met de kritiek en wil de rekentoets doorzetten. Het is een beetje flauw om te zeggen het is de schuld van de toets. Je kunt ook kijken van hoe kan het nou dat onze leerlingen zo'n rekentoets niet goed kunnen maken. Er hebben zo'n 100 wiskunde- en rekenleraren uit het voortgezet en uit het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt aan die toets. Vorig jaar hebben we nog eens een keer een externe commissie laten kijken naar de toets. Van zit die goed in elkaar? Die heeft nog een paar kleine dingen aangegeven hoe die verbeterd kan worden.
Ja, dan moet het onderwijs zich echt gaan afvragen, hoe komt het dat er nog zulke grote groepen leerlingen zijn die onvoldoende resultaten halen? De staatssecretaris zegt dat er al jaren over gepraat wordt, dat de Tweede Kamer er ook achter staat. Komende nacht houdt president Obama zijn jaarlijkse State of the Union. En daarin gaat hij veel aandacht besteden aan de Amerikaanse economie. Want die herstelt goed en aanzienlijk sneller ook dan bij ons in Europa. Nieuwe banen, er wordt meer geproduceerd. En vooral het label Made in America is begonnen aan een echt nieuwe opmars. Het is een opmerkelijk verhaal dat van de failliete, versleten stad Detroit, waar de auto-industrie kort geleden op het randje van de dood balanceerde, maar waar nu een horlogefabrikant ineens grote successen beleeft. Sterker nog, Shinola vestigde zich 2 jaar geleden met opzet in deze stad. So many people have talked about Detroit in a negative way, and never to diminish the issues that the city has had, because it's had frightening issues. But there's absolutely no reason why you cannot manufacture and assemble in the United States. Different from most companies that are manufacturing, we didn't take a factory from here and move it to Taiwan or to the Far East. What we did is bring a dial factory back from Taiwan, and it is in the store today, and it's all made here in the United States. Detroit is coming back one step at a time. By working with their hands, people are dreaming again. Veel is te danken aan slimme marketing. Shinola speelt in op de typisch Amerikaanse romantiek van de comeback door hard te werken. En dat slaat aan. De precisieuurwerken zijn een groot succes, maar overigens ook wel duurder dan de gemiddelde inwoner van Detroit zich kan veroorloven. Toch zijn de lokale werknemers blij met de werkgelegenheid in hun stad. And more jobs are being posted as we speak. It can only bring positivity to the city. Right now, does the city need it? Yes, the city really needs it. Right now, Shinola is like the only good news in Detroit. Shinola is hip. En hipsters houden niet alleen van mooie horloges, maar ook van mooie fietsen. En dus, heel slim, maken ze die hier ook. En de ironie is natuurlijk niet van de lucht, want waar in Motor City Detroit de auto-industrie bijna dood was, draagt de fiets nu bij aan het herstel. Made in America. Dat het op de weg terug is, vindt natuurlijk ook gehoor bij de politici. Oud-president Bill Clinton was er als de kippen bij om te zeggen dat hij een fan is en bezocht ook de werkplaats. I liked it because I thought it was elegant but informal. I have 2 of them. I wear them all the time. Bij veel van zijn economische toespraken zegt Clinton dat Shinola een inspiratie zou moeten zijn voor meer Amerikaans succes. Born in the USA. Ja, het is tijd voor het weer. Gerrit, is dat vandaag? Is dat Nederland? Ja, dat was vandaag in Nederland. Het is wel een atypische foto, want op de Wadden zijn een paar buien geweest. Het waren wel prachtige exemplaren. Vandaar dat ik hem ook even laat zien. Maar het was eigenlijk ook de enige locatie waar die buien voorkwamen. Deze is van Terschelling. Daar is het ook eventjes wit geweest. Maar deze foto die past veel beter bij het weer van vandaag. Want we hadden een afwisseling van gebieden waar het bewolkt was en gebieden waar de zon even doorbrak. En beide zijn op deze foto zichtbaar. Dit is in de buurt van Wijchen. En dit is ook wat we de komende nacht en morgen krijgen. Dus ook dan zijn er gebieden waar het bewolkt blijft en gebieden waar opklaringen voorkomen. Fronten die blijven voorlopig op afstand. Er zit er hier eentje boven Engeland, maar die blijft daar liggen. En als we eventjes kijken hoe het morgen verder gaat, dan zien we dat het gaat wel naar het zuiden toe, maar bij ons gebeurt er eigenlijk maar weinig. Bij ons draait de wind wat naar het oosten toe. En daardoor kan er wat drogere lucht vanuit het oosten dichterbij komen. Dat zal tot gevolg hebben dat de kans op zon wat groter is dan vandaag, denk ik. Nou, laten we even gaan kijken hoe dat gaat. In ieder geval beginnen we dan bij vannacht, waar op dit moment al gebieden zijn waar het koud is, waar het helder is. Bijvoorbeeld in het midden van het land. Daar zijn nu al temperaturen van 1 à 2 graden onder nul. En het kan op meer plaatsen gebeuren. Er kunnen ook een paar mistbanken ontstaan. Lokaal kan het glad worden. Ja, en dan morgen begint de dag met veel bewolking. En die bewolking die zal langzaam gaan oplossen. Doordat de wind wat gaat aantrekken, de wind draait een beetje naar het oosten toe, dan kan de zon er doorkomen. Het wordt uiteindelijk een graad of 2 à 3. Ook in het midden van het land gaat dat gebeuren. Er zijn plekken waar de bewolking wat langer blijft hangen. En ook in het noorden zal dat denk ik wel gaan gebeuren. Want ja, daar heeft de zon wat meer tijd nodig. Temperatuur zo'n 1 à 2 graden. Daarna houden we dit weertype een beetje vast met overdag een paar graden boven nul. 's Nachts lichte vorst. En vrijdag, in de nacht van vrijdag op zaterdag, gaat het sneeuwen. Daarna gaat de temperatuur omhoog een graad of 5. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws.
In Utrecht is huiszoeking gedaan in de ouderlijke woning van een jihadverdachte. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een terreurgroep in het Belgische Verviers. Zelf is hij spoorloos. Een Belgische medeverdachte heeft zich inmiddels gemeld. In Nieuwsuur meer over de vraag of Nederland wel voldoende doet om te voorkomen dat jihadstrijders afreizen naar Syrië. Om 10 uur op NPO 2. Goedenavond.